Op zaterdag is een vaartocht anders dan gepland verlopen. Nadat de schipper net een paar meter de haven uit was, viel zijn reservemotor uit. Hierdoor kon hij niet meer verder varen. De gealarmeerde havenmeester heeft een poging gedaan om het bootje weer naar de haven te brengen. Er stond alleen te veel wind. Hierdoor lukte het niet. Al snel kwam toen de KNRM uit Blaricum. Zij hebben het bootje weer naar de lichtplaats kunnen slepen. Oh,